ik deze hele leuke lineaal even laten zien. Dit is een nieuwe lineaal. Even kijken. Nelly's Border Ruler. En daarop staan allemaal formaten. Dit is de 5 mm. Als ik hem dan omdraai, staat de 3,5. Als ik hem aan de andere kant wil gebruiken, staat hier 3. En hier staat 2,5. Oftewel, deze liniaal heeft 4 verschillende formaten. Dat is het enigste. Hij heeft ook geen verdeling hier of daar, want deze heeft allemaal randjes. En die afmeting 3,5 staat dus ook gewoon voor het randje wat ik hier ook heb, hieronder heb. Hieronder heb ik een randje van 3,5. Dit is een randje van 5. En wat hij doet is dat je legt hem tegen papier aan. En als je hem tegen papier aanlegt als dit en je zou hier snijden, dan heb je precies een rand nu van 5 mm, want die kan ik lezen. Dus het gaat erom, degene die jij leest, dat is de formaat van de rand die je maakt. Zou ik dus die 3,5 willen, dan moet ik hem dus zo omleggen. En hij blijft dus klemmen achter je papier, waardoor je dus hele mooie randjes kan maken. Op dit moment, het enige wat ik gedaan heb, is mijn plaatje even wat dikker maken. Hierdoor kan deze lineaal er gewoon makkelijker achter of tegenaan liggen. Nou was het de bedoeling dat ik een plaatje op deze mooie paarse kaart ging maken. Nou, zo vind ik hem erg donker. Dus ik wilde daar graag een randje achteraan hebben. Nou kan je dus heel eenvoudig gewoon je plaatje op gaan plakken. Dat doen we uiteraard met tape. Daarvoor gebruik ik een schaar waarmee ik absoluut geen papier... Met deze schaar knip ik eigenlijk alles. Dat kan je ook zien. Ik heb hem gelabeld. Als ik papier moet knippen, gebruik ik deze eigenlijk bijna nooit. Want dit is mijn schaar waarbij ik alles knip behalve papier. Dus gebruik hem ook meestal voor de tape. Zoals dit, maar ook voor foam tape. Daar is ook ijsje doorgeknipt. Want je hebt af en toe van die brekjes waar je ook wat af wil hebben. Dus deze schaar is gewoon mijn alles schaar. Erg handig voor jullie om te onthouden dat je minimaal 2 scharen hebt. Eentje mooi om je papier te snijden. En hier gaan we dus ook weer eerst je tape goed vastplakken. Dat doe je dus met je vouwbeentje. Bij mij zit die gelijk aan de rail toe vast. Ja, dan zijn we bijna bij die stap waarbij we dat lineaal gaan gebruiken. En ja, als je veel papiertjes op elkaar plakt, dan ben je bijna eigenlijk altijd aan het meten. En ja, is het ook best lastig om een mooi randje langs je karton te krijgen. Kijk, het maakt eigenlijk niet uit of ik hem een klein beetje scheef of recht of wat dan ook opplak. Ik plak hem nu ook een klein beetje scheef op, dat zul je nu ook zien. En waarom zeg ik dat het niet uitmaakt? Nou, dit is de 3 mm rand. Als ik die hier tussen leg, dan staat er 3 mm. Kijk, zonder dat ik er overheen hang. Dat is 1. De 3 mm land. Hij blijft dus plakken of hangen tegen mijn plaatje. Zeg ik, volgens mij is mijn mesje wat botter, maar dat maakt niet uit. Het effect is gewoon goed. Dit is nog steeds de 3 mm rand. Dus denk erom dat je wel altijd hetzelfde formaat bezig bent. Dat gaat makkelijker. Ik moet echt op zoek naar een nieuw mesje, jongens. Even kijken, deze dus vanaf hier instarten. Dat is ook gedaan. Deze hadden we al gesneden, alleen zoals ik al zeg. Mijn mesje is wat botter. Conclusie, vervang je mesjes op tijd, uiteraard. Even kijken, deze leggen we gewoon weer neer. Maar ik wilde dus wel laten zien dat het in dit geval dus niet uitmaakt of je nog een keer moet snijden of niet. Want de lineaal heeft al het goede formaat staan.
En op dit moment heb ik dus overal een randje van 3 mm omheen gesneden. En ziet dit er opeens een heel stuk anders uit. Ik zie wel dat die hier en daar toch even te bot is. Mijn mes. Foei mes. Ja, mijn mes is bot. Sorry jongens daarvoor. En zo heb ik opeens een heel mooi randje van 3 mm overal omheen gesneden, zonder dat ik ook maar één ding uitgemeten heb. Dus dit gaat vele malen sneller dan dat ik met mijn liniaal alles uit moet meten en zelf moet snijden, dan dat ik deze eromheen leg. Het leuke is natuurlijk, want dat kreeg ik laatst ook al, als ik nu nog een randje zou willen maken voordat ik hem daarop zou doen, bijvoorbeeld met een nog lichtere kleur. Dat kan natuurlijk ook, dus dat gaan we nog één keer laten zien hoe die echt gewoon, ja, super werkt. Dan hebben we aan alle kanten gewoon weer een mooi papiertje of mooi gemat. Hoppa. Op de dingen en we zijn klaar. En we hebben zonder ook maar iets te meten, hebben wij 2 randjes eromheen zitten. En ja, nu kan je kaarten af gaan maken, in 3D opbouwen, een leuk tekstje eronder, bloemetjes eronder, wat je maar wil. Maar dit gaat een heel stuk sneller, omdat je alles hoeft uit te meten. En ik denk dat dit toch wel een artikel is wat iedereen eigenlijk zou moeten hebben in zijn assortiment. Dus dit was hem. Zo doe je dat.